Sorry, met Vince Meens van Brightlands. Je hebt het vandaag over blockchain in travel. Maar laten we eerst beginnen met blockchain. Wat is dat? Een blockchain is het beste te vergelijken met een soort reuze Excel-sheet die je met de hele wereld deelt. En binnen die Excel-sheet ga je alle transacties vastleggen die we nu bijvoorbeeld via bankverkeer doen of via een GDS. En daardoor hebben we zeg maar een soort universele database om dingen te interacteren. En dat is veilig en vertrouwd? Dus volledig veilig en vertrouwd. In tegenstelling tot bestaande database-structuren is het gedecentraliseerd. En dat kun je het best vergelijken met hoe vroeger Napster bijvoorbeeld werkte, waarbij iedere computer een deeltje van die data heeft. In plaats van dat er een centrale server is die offline zou kunnen gaan. En daardoor is er dus altijd een zekerheid dat er miljoenen mensen zijn die de data nog hebben. En alles is zwaar geëncrypt. Nou weet ik dat banken en notarissen en bijvoorbeeld het kadaster hier een beetje bang voor zijn. Of in ieder geval het kan voor disruptie zorgen. Maar hoe kan het in travel voor nieuwe input zorgen? Ik denk binnen de travelwereld, het is een van de meest internationale werelden. Dus je hebt vooral te maken met heel veel transactieverschillen tussen landen, heel veel affiliate stromen of andere data dingen die je goed moet afstemmen om je cashflow goed te managen. Dus ik denk dat blockchain daar een hele goede eerste stap in kan zijn. Een ander ding is dat je heel veel crowdmodellen gaat krijgen. Dus je gaat bijvoorbeeld dadelijk een soort kickstarter voor airlines krijgen of andere modellen die de bestaande gecentraliseerde structuren gaan challengen. Dus ook de Ubers, de Airbnbs en de Bookings zullen gechallenged gaan worden met een decentraal model. Maar moet er niet gewoon iemand zijn die overzicht houdt van wat er is geboekt en dat het wordt uitgevoerd? Ik denk dat het een soort crowd effort ook gaat worden. En dat er een bepaalde zekerheid ontstaat dat er meer mensen heen kijken in plaats van alleen maar één gecentraliseerde partij. En hoe ver is de reisbranche hiermee? Ik denk dat het in de kinderschoenen staat. Dadelijk voordat ik ga presenteren zal ik even vragen wie er al mee aan het werken is. Maar waarschijnlijk zitten we nu nog aan het begin. Dat heeft ook te maken met dat de techniek nog in de kinderschoenen staat relatief. Als je vergelijkt met het internet zitten we nu nog in de tijd dat we de browser zijn aan het maken. En is het eigenlijk nog vrij vroeg. Maar het is goed om er al mee te experimenteren. En straks ga ik als reiziger een reis boeken. Wanneer kom ik die blockchain dan tegen? Ik denk dat je dat niet bewust tegen gaat komen. Dat is net zeg maar nu zoals een reiziger op Schiphol niet weet wat een GDS is of de database technologie van de airline. Dus ik denk als consument ga je niet zozeer merken dat je bewust die techniek hoeft te weten. Maar je gaat wel allerlei dingen zien waarbij een centrale partij vervangen gaat worden door bijvoorbeeld een groep mensen die ook op die reis gaat. Of een groep mensen die dezelfde intentie heeft als jou of samen dingen reviewen, dat soort dingen allemaal. Dus er gaat een hele shift plaatsvinden waarbij je meer vanuit de peers de mensen om je heen gaat zien in plaats van vanuit de bedrijven. En wat is het voordeel voor de reiziger? Het voordeel voor de reiziger is denk ik veel objectievere data, veel betere pricing. Ik denk dat heel veel lucht uit de markt zal gaan. Ik denk ook heel veel transparantie zeg maar, van waar je nu voor betaalt. En dat ook de modellen of de businessmodellen van heel veel partijen zullen veranderen. Het kan best zijn dat in de toekomst het vliegen gratis gaat worden, omdat het hele businessmodel van het vliegen gekoppeld gaat worden op wat je op de bestemming gaat doen. En dat gaat blockchain heel makkelijk maken. En als je nou moet zeggen welke partijen op dit moment zich het meeste zorgen moeten gaan maken over de ontwikkelingen in blockchain? Ik denk vooral de gecentraliseerde partijen. Dus dan moet je denken aan de Ubers, de Airbnbs en de Booking.coms. En de GDS'en? De GDS'en ook. Ik denk dat de GDS'en uiteindelijk ook zeg maar een gecentraliseerde manier zijn om die wereldwijde standaard te krijgen. Maar dat ook gechallenged gaat worden door een open model. En dat dus iedere partij die zijn competitief voordeel zeg maar, haalt uit intellectuele eigendom van een database, dat gaat gechallenged worden door een decentraal model met blockchain. Leuk, dankjewel.